dicht in mijn setje. Het is woensdag. Het is woensdag midweek. Kom op bij je nesten. Kom op Perkins door je speakers. Wat een lekker dicht setje. Ik heb nog niet eens een scoop op, joh. Godverdomme, zeg. Woo! Lekker zo'n grimmig setje op de woensdag. Zet allemaal een grimmig setje aan. Neem 9000 scoops en breek die hele tent af. Stop met dat gejank. Nou, neef Sam die is er dus ook bij. Hey! Zo, dat was heftig. Die moet nog even wakker worden. Dat was heftig, maak me nou wakker. Even cut to the chase. Er zijn namelijk heel wat vragen die ik lees. Ik lees alle vragen, dus kom maar door met de comments. Ik lees alles en af en toe beantwoord ik ze dus in deze vlog. Er vroeg iemand, waarom train je 2 keer per dag? En er vroeg iemand eronder, ja dat wil ik ook wel weten. Dus vandaar deze video. Kijk goed om je heen, hè jongens. Kijk goed om je heen. Doe je ramen open. Kijk om je heen. Je staat op de parkeerplaats voor de gym. Ik zie het. Zie jij het ook al, Sam? Ik zie het, ja. Het ligt er gewoon voor het oprapen! Het goud ligt er gewoon hier op straat! Kom je nest uit en breek die hele tent af! Daarom train je 2 keer per dag! Haal dat goud van de straat! Woe! En trek je groeimaatjes een nest uit! Oh, nou nu even serieus. 2 keer per dag trainen heeft te maken met de periode die ik aanhoud. Dus ik zit nu in mijn droogtrainproces en dan vind ik het gewoon ten eerste heel lekker om 2 keer per dag te trainen. Hoe meer je in de gym zit, hoe minder je het kans hebt dat je gaat vreten. Dus als je 's ochtends even lekker je hoofd leegmaakt in de gym met zware lifts, dan ben je weer helemaal op mannetje om lekker te gaan ondernemen. Want dat doe ik ook, ik werk heel veel erbij. Heel veel, wat is heel veel? Ik werk gewoon gruwelijk veel, anders kom je ook niet met aan een fucking Lamborghini en een Maserati. Daartussen zit een rustpauze. Dus minimaal 6 uur tot 8 uur ongeveer, vind ik lekker. En het belangrijkste is dat je in die 8 uur gaat eten. Dus dat je met name koolhydraten ook gaat eten. En dan zou je, ja, koolhydraten. En dan zei je, nou dit kan dus ook allemaal tijdens het droogtrainproces, mits je binnen je caloriebehoefte blijft. Natuurlijk hebben 2 trainingssessies extra verbranding. Maar het zijn niet hele lange trainingssessies. Het is ongeveer 1 uur tot 1,5 uur per trainingssessie. Omdat mijn energie gewoon weg is. Mijn energie is op. De glycogeenvoorraad die put je helemaal uit. Dus dan ga je naar huis. Ga je even lekker werken. Vreet je koolhydraten. Gevulde koeken bijvoorbeeld. Of gewoon een kommetje rijst. Ik doe meestal gewoon een kommetje rijst. En 100 gram ongeveer. Of 125 gram. Maar dat verschilt allemaal per lichaamsgewicht en per doel en weet ik veel wat allemaal. Dus dat moet je niet letterlijk overnemen. Ga naar mijn site, bereik je caloriebehoefte om uit te rekenen wat jij per dag nodig hebt. Ook aan eiwitten, koolhydraten en vet per trainingsdoel. Dus of je wil afvallen, spieropbouwen, bulken, noem maar op. Dus, ik kom terug. Mijn glycogeenvoorraad is weer vol. En ik kan gewoon weer 1,5 uur tot, nou ja, 1,5 uur knallen. Nog een ding. Ik vind het lekker mentaal om 's ochtends te trainen. Om echt wakker te worden, om mentaal, boem, even zo, pam, pam, wakker te worden. Zodat ik weer het goud kan oprapen van de straat. Maar het is niet ideaal om in de ochtend te trainen, want je lichaam is nog niet klaar. Je lichaam is in de ochtend gewoon koud, dus het is niet ideaal om dan krachttraining te doen. Meestal is je lichaam op zijn piekmoment 6 uur nadat je wakker bent geworden. Of een beetje rond 2-3 uur. Dat is echt een topmoment om te gaan trainen. Dus tussen 3 en 5 train ik meestal mijn 2e sessie. En dan merk je ook, althans ik, dat ik gewoon sterker ben. Dus dat ik meer reps kan maken. Dat ik een betere doorbloeding heb. Dat ik lekker warm ben. En dat is gewoon lekker om echt even te rammen. Even te zweten. Even te beuken voor goud! Het is natuurlijk ook zo dat je als je veel krachttraining doet tijdens je droogtrainproces, dat je zo min mogelijk spiermassa verliest. Dus dat is ook een reden waarom ik liever 2 keer krachttraining doe dan dat ik heel lang cardio doe en 1 keer krachttraining. Dus ik, ja,
Ik doe gewoon 2 keer krachttraining en ik doe een klein beetje cardio soms als warming-up erbij. En dan de volgende vraag. Waarom train je 2 keer dezelfde spiergroep? Oh ja, waarom train ik 2 keer dezelfde spiergroepen? Je kan 2 keer dezelfde spiergroepen trainen, mits dat op 1 dag gebeurt. Want je spier, die is nog niet volledig hersteld. Die is juist helemaal nog niet hersteld. Maar die is net een beetje dicht gegaan en die knapt lekker weer open als jij die 2e sessie ingaat. En pas als jij gaat slapen, dan gaat je lichaam volledig herstellen. En dat duurt weer 48 uur minimaal voordat ik die spiergroep weer ga pakken. Dus je kan op 1 dag kan je dat prima doen. Probeer het eens. Je hebt daar totaal geen last van. En dat heeft natuurlijk tijd nodig om die energie te kunnen opbrengen. Dus dat is iets wat ik al jaren toepas tijdens mijn droogtrainprocessen. Dus dat heeft een beetje tijd nodig natuurlijk voordat je lichaam hier aan gewend kan raken. Want je belast je lichaam extra dus. Kortom, pure winst. En nu, dames en heren, is het de hoogste tijd om dat serieuze gelul af te kappen. En een lekker setje op te zetten op deze woensdag. Oh, dit is ook lekker hoor. Deze is ook lekker man. Lekker setje. Ik ben weer mijn water vergeten. Maar we hebben een nieuwe. Holy shit! Een verse pot! Extra lekker! Oh, I love the smell of V2 in the morning. Let's kill them all. Een volle scoop. Dit is leg day. Volle scoops gaan erin. Een scoopie a day keeps the doctor away. Yes! Wat een lekker spel! Goud! Pak je goud! Op zoek naar goud! Op zoek naar goud! Kom om je nest uit het goud ligt voor het oprapen! Het is dus heel belangrijk dat we de hamstrings op 2 manieren trainen. Dus met een kniebuiging en met een gestrekt been. Dus een stiff leg deadlift. Dat doen we weer vanmiddag. En nu doen we een standing leg curl. Je kan hem natuurlijk ook zittend doen in het apparaat. Maar ik vind hem heel lekker om hem staand te doen. In eigenlijk de leg extension machine. Dus niet elke gym heeft een staande leg curl. Maar goed, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus probeer het eens een keertje. Groei lekker. Nice and slow, here we go! Het is echt. Voel het branden. Oh. Ik zie dit meer als een warming-up oefening, de leg extensions. Ik doe hem heel langzaam, lekker gecontroleerd, niet dat hele zware geramp zodat je de knieschijven door het dak heen ramt. Gecontroleerd, als een warming-up oefening en dan gaan we zo meteen het echte werk weer doen. Dat voel ik me toch even lekker zeg met die 2 scoops. We zijn hier bij de squat, om de belangrijkste oefening, om die poten te kweken. We hebben 110 kilo erop en we gaan hem weer langzaam laten zakken, explosief omhoog. We gaan in de ochtend wat minder reps doen en in de avond doen we weer wat meer reps voor je trofie. Dus nu een beetje de kracht opbouwen.
Langzaam is dus extra zwaar. En zo voorkom je dus dat je gaat veren op de kniebanden en alles. Zo voorkom je dus ook weer blessures. Heb je controle over die hele beweging. Kortom, pure winst, groei lekker allemaal. Zo, daar zijn we weer. We zitten in de auto, we zitten weer in de scootmobiel Lamborghini. In de scootmobiel Maserati. Ik ben een beetje gehaast, want ik heb nu een interview. Eigenlijk nu al. Ik moet er zijn. Dus we zijn onderweg naar de Gouden Gym. Helaas kan ik nog niet vertellen wat het is, want het is allemaal nog moet gemaakt worden. Maar goed, dat is dus ook een reden waarom ik 2 keer per dag train. Dus even 2 keer kort, omdat ik gewoon veel dingen heb staan. Dus ik heb veel afspraken, wat ik wel gewoon moet doen ook. Kijk, werk kan ik altijd verrichten, dus ook 's avonds laat op mijn eigen tijden. Maar nu moet ik eventjes echt ergens zijn, dus dat is vervelend. Maar dan kom ik dus gewoon 's avonds, einde middag, kom ik weer terug. En dan neem ik jullie weer lekker mee. Oh, we gaan trouwens ook even de maaltijd filmen. Dus ik ga steeds meer laten zien van wat deze Joël, deze beukers, nou doet in het dagelijks leven. Dus ik hoop dat jullie dit interessant vinden. Laat het ook weten in de comments wat je graag zou willen zien. Want ik lees dus echt alles. Ik kan niet altijd reageren, want daar ben ik gewoon dagen mee bezig. Maar ik kan wel alles lezen als ik even op de play zit. Lekker geluid, Jordi V8. Dat blijft het mooiste. Lekker man, lekker zitten. Zo. Lekker hoor. Zo, zijn we weer terug op het kantoor. Op tijd hè, ben ik Dio. Ziet die Dio er goed uitzien, joh. Kijk de stralen. Hè. Dat mooie haar. Nou, Dio werkt hier dus ook gewoon. Belangrijk onderdeel van Clean Nutrition. Beukers goud, de vergoud heb. Dio. Die staat er elke dag. Die doet net zoveel als ik. Lekker. Na elke training doen we gewoon een proteïne shake. Die hazelnoot. Dat is top. Gewoon een scoopie. Van de half. Het is leg day. Mag goed iets meer. En we hebben straks nog een training. Dus... Ja. Even lekker stellen. Dan kunnen we er zo meteen weer tegenaan. We zijn al begonnen aan het vorige weg. Maak mij een Insta-story. Als je alles op YouTube wil volgen, ga je naar Instagram. En je wel beukers. Het is allemaal van. Ik ben kinderminuutje. Die delen is leuk, hè? Ja. Ik neem ook even een sensor beans, jongens. Herstel je direct, hè? Stop. Die sensor beans are amazing. We hebben hier chicken teriyaki of yakitori. Yakitori. Ja, kip yakitori. Lekker veel groentes erbij. We hebben een kommetje rijst, zoals ik al zei, om die glycogeenvoorraad meteen op te vullen. Dan doen we zo meteen die hele tent nog even. Even kijken hoe het smaakt. Wij gaan lekker gooien. Het is gewoon lekker, weet je wel. 61 gezond. Ik zie jullie zo meteen in de gym. We gaan die hele tent nog afbreken. Wat een lekker tent. Dit is mijn favoriete tent. Alles is weer op SoundCloud. En je wel burgers. Hoe blij kan een mens worden van een lekker setje en een paar scoops? Hoe chill is dat?
Hoe fucking chill is dat? Meer heb je gewoon niet nodig. Ik had het al toen ik in mijn oude 5-serie reed uit de jaren 90. Ook toen vond ik me kei lekker! Met een lekker zetje! En een lekker scoopie! Wil jij een lekker scoopie? Het is tijd voor een scoopie! Yes! 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 Een zetje klote! Woo! Nu de scoop nog! Here we go! Scoop and drive. Woo! Ja jongens, we pakken gewoon die kuit als eerste oefening vandaag. Bij de tweede sessie om dus de nadruk te leggen op de kuiten voordat alles weer uitgeput is en we geen zin meer hebben. We doen 5 setjes. Het is lekker om even warm te worden met zo'n oefening. We doen 5 setjes en we verhogen elke set het gewicht. We laten het langzaam terugkomen, dus we gaan niet veren op die enkelbanden. En dan weer boem, uitstoten. Inmiddels zijn we bij de deadlift beland. Ik heb gisteren mijn rug getraind, voornamelijk de bovenkant van mijn rug. En ik vind het gewoon lekker om die zware oefeningen op één dag te doen. Dus squatten, deadliften, leg press. Omdat ik toch al die onderrug heel erg belast, is het voor mij prettig gezien mijn onderrug blessure historie. Om dat op één dag te doen, zodat ik maximaal herstel heb van mijn onderrug. Ik kijk het allemaal niet meer. Ik kan helemaal niet trekken, ik ben aan het trainen. Stop nog eens met dat gejank! Kappen nou! Het goud, jongens. Kijk om je heen. Het goud ligt voor het oprapen! Volgende oefening, roeien met de riemen die je hebt. We hebben hier het kabelstation, we hebben een bankje geconstrueerd met een schijf eronder, zodat we een liggende hamstring curlmachine napootsen. Denk in mogelijkheden, is ook voor goud gaan. Here we go. Ik heb een lange broek aan, omdat de touw op mijn been enorm afknoopt. Dus ik moet snel zijn. Nice and slow. Here we go. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd, dat jullie ook voor goud gaan, dat jullie om je heen kijken en denken, godverdomme joh, er ligt gewoon overal goud op straat. Ik kan het gewoon oprapen, ik kan het wel gewoon trots maken. Trek je groeimeisje dus een nest uit en ga voor goud. Joel Beuken!
is hier! Hé, jij daar. Kom je nest uit, man. Wat ruik ik nou? Ik ruik goud! We staan weer lekker strak van die V2. Inkakken is bijpakken! Goed zo. Oh ja, fantastisch! Nooit meer naar huis! Oh man, wat is dit heerlijk!